gasten van Het Gamekanaal. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan wij een ambulancedienst in 5R. Dus ben jij nou excited? Vergeet dan niet even hieronder te abonneren. Want bij de 3000 abonnees voor 2022. Ik wilde zeggen 23, maar 22. Geef ik nog eens 1000 Robux weg op de 25. De 2,5 zeg maar die je al weggeeft. Dus ik geef nu 2500 weg. En daar komt dan nog eens 1000 bovenop. Dus 3500 in totaal halen we dus de 3000 abonnees voor 2022. Let daar even goed op. In de video zitten ergens letters verstopt. Even goed kijken. Ik zal in de Discord even goed uitleggen hoe en wat het systeem is. En dan gaan wij nu heel snel beginnen. Let's go. Nou goed, we gaan in ieder geval op pad. We gaan even een rondje draaien. Zorgen dat we bij de burgerspan een beetje daar zo komen. En dan gaan we eens even zien wat deze dienst ons gaat brengen. Nou, we hebben dus nu een melding dat er iemand gewond is geraakt. En dat is daar zo achter. Dus dan mogen we even de snelweg omdraaien. En dan gaan we even die kant op. Ik heb wel het idee dat de lag weer terug is in 5R. Dat zou een beetje jammer zijn. Maar goed, dan gaan we deze aflevering wel achterkomen. Want ik zie echt, af en toe heb ik echt lag spikes. En dan doet hij het niet of, we zien het wel. Er is in ieder geval iemand hier zo gewond geraakt bij de Black Market. Oh, en hij lieft. Nou, oké, dan niet. Dan gaan wij weer door. Ja, ik zie heel veel. Heeft assistentie nodig, heeft een ambu nodig, zie ik voorbij komen. Dus wij gaan richting car dealer. Ja, we gaan richting car dealer. We zijn onderweg. Nou, hier komt de politie en de lag is weer echt een beetje terug, jongens. Dit is niet zo heel chill, want dit... Ja, gaat helemaal prima zo. Goed, we zijn dus onderweg naar de car dealer. En we gaan eens even kijken wat daar ons te wachten staat. Even de versneller aan. Ja, en weer terug. Nou, we zijn bij de car dealer. En waar is het? Want ik zie nog helemaal geen blauw ook. Er is een brand hier ontstaan. Is er brandweer in game? Jazekers. Ja, nou, voor de rest is hier niet zo heel veel aan de hand. Ja, we zijn te plaatsen bij die brand. Zit hij bij mij in de auto of zo? Nee, u. Hoe bedoelt hij te plaatsen bij de brand, terwijl die niet te plaatsen is? U? The fuck? Hij zegt AC1 te plaatsen, maar ik weet niet of ik schil ben. Maar ik zie hem echt niet. Nou, weet je... Wij gaan weer terug retour. We gaan richting Burgerspan. Hallo, meneer. Oh, kijk, dit hebben ze veranderd. Super chill. Hoi. Hallo, meneer. Gaat alles helemaal goed met u, meneer? Hallo. Gaan we even een brancardje uitklappen. Oh. Kut. Ja, nee, dat gebeurt vaker. Zo, niks meer aan doen. Een map? Dat ken ik niet. Hé, meneer, hallo. Meneer, alles kids. Onder de rits. Hier, heeft u een beetje zuurstof? Gaan we een kleine reanimatie doen? Oh, dat hoeft niet. Meneer leeft nog. Nou, hier, een beetje zuurstof. Meneer. Hij is bewusteloos. Oh, nee, hij is bewusteloos. Ja, even een klein beetje zuurstof. Nee, dat hoeft niet. Hij is nog niet. Heeft er geen hartstilstand. Moet ik even een lintje neerleggen voor. Ja, het lijkt me wel verhandig. Meneer, hallo. Goedemiddag. Meneer. Alles. Alles goed? Even wakker worden, meneer. Slaat meneer in gezicht. Hallo meneer, even wakker worden. Joehoe. Ja, hallo. Weet ik niet, ja, moet jij bepalen.
U bent buiten bewustzijn geweest, meneer. Hoort u mij? Hallo? Meneer, hoort u mij? Ja, u bent weggevallen. Ja, komt u maar even op de brancard liggen. Meneer? Hallo? Oh. Nou heb ik zelf een zuurstofmasker. Kijk eens. Meneer? Hallo? Oh nee. Ja, meneer gaat u maar... God. Nou, het gaat allemaal een beetje moeizaam hier, want hij zit dus vast in die zuurstof. Waardoor we echt alle kanten opdraaien. We gaan hem eventjes naar de ambu toe brengen. Waar is mijn ambu? Welke is mijn ambu? Ik gok dat mijn ambu deze is. Gaan we meneer even in de ambu neerleggen. En dan gaan we hem met het spoed naar het ziekenhuis afvoeren. Zo, kijk eens meneer. Alsjeblieft. Mag u eventjes plaatsnemen in de ambu. Zo. Meneer. Hallo? Nou, meneer zit in ieder geval in de ambu en dan gaan wij hem naar het ziekenhuis brengen. We gaan retour ziekenhuis richting het noorden van het land weer. En dan gaan we... Kijk, er is ook iemand achterin die hem gaat helpen. Er zit een verpleger voorin, dus ja, het komt allemaal helemaal goed met meneer. Ondertussen wordt er gevraagd, heeft hij pijn, mijn hoofd en been... wat gaan we doen? We gaan trouwens over de snelweg. Ik denk dat het even net iets sneller is. Vol gas over het kruispunt heen. We gaan invoegen op de snelweg. Ja, even de versneller weer aan. Even een stukje over de vluchtstrook. Oh, daar stond een lantaarnpaal. Of hoe heet dat? Een flitser. Zeg meneer, blijven zitten. We gaan onderweg naar het ziekenhuis. Oh, ah, die zit nu ineens voorin, maar dat maakt niet uit. Nou, geef pijnstillers. Hoppa, kijk. Dat is hartstikke handig. Jouw rijkunst zijn prachtig. Ja, dat vind ik ook. Ja, onderweg naar het ziekenhuis. Hij heeft inmiddels heeft die pijnstillers dus gehad. Dat moet hem gaan helpen bij... bij de pijn. Want daar zijn pijnstillers voor. Oké, oh joh, we rijden gewoon 200, gek. Misschien moeten we iets zachter rijden. In het echt rijden is namelijk ook geen 200. En anders kunnen we dadelijk niet meer remmen. Dat is wat minder mooi. Njong. Kijk, hier moeten we er alweer af. Dus we gaan hier zo de afrit af. Oeh. De afrit neem je altijd rustig, hè. Want anders ga je buiten de lijntjes. Nou, dat gaan we nu trouwens. Dat maakt niet uit. Ho. En dan gaan we hier zo links... En dan zijn we aangekomen bij het ziekenhuis. Zo. Dan gaan we meneer aan de achterkant van het ziekenhuis gaan we hem erin zetten. Hoppa. Kijk eens. Zo. Hoppa. Zo, ja, stap maar uit jongens. Stap maar uit, dan kunnen we meneer gaan vervoeren. Meneer. Kijk eens, uw brancard. Oh nee. Fucking vervelend. Zo, ja, meneer ligt. Hoppa. Zijn hoofdsteuntje moet wel even naar boven. Oh, oh mijn god. Ik zit... Oh, wat is dit vervelend. Ja, zijn hoofdsteuntje is naar boven. Kijk eens. Oh, nu gaat meneer weer naar beneden. Zo. Ja, kijk eens aan. Dit komt helemaal goed. Zo, meneer is in het ziekenhuis in ieder geval gebracht. Gaan we hem hier eventjes neerzetten. Zo, en dan mag de arts er even verder naar gaan kijken. Goed, meneer is nagekeken door de arts en zal daardoor verder worden geholpen. Meneer ligt in het ziekenhuis. Dit was het einde van mijn dienst, dus ik ga mijn autootje even netjes terugzetten hier zo in het parkeervak. En dan is dit het einde van mijn dienst. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. Laat even weten wat ik volgende keer moet doen in de video. En dan zeg ik zoals altijd, laters.